Eens even kijken of ik mijn eigen zelf op kan zoeken. Want dan zie ik wat er gebeurt. Nou, ik ga in ieder geval, waar de servetten geplakt zijn, dan zie je het witte van de achtergrond van de servetten. Dus die ga ik helemaal bijwerken. Dus dat je het witte van de servetten niet meer ziet. Want ik vind dat best wel storend. Dus ik doe het nu in de kleur van haar shirt. Omdat het dan een, ja, toch wel een mooier effect geeft. En ik het zelf gewoon veel, veel mooier vind om het op deze manier te doen. Want de witte achtergrond vind ik gewoon, van het servet vind ik gewoon rommelig. Maar de bloemen zelf vind ik best wel mooi. Dus dan zou je toch zelf iets moeten versieren omdat meer effect te geven en het lelijke van het witte te verwijderen. En dus straks heb ik dan ook nog de bloemen bijgewerkt, de blaadjes bijgewerkt. En het moet ook nog het gezicht verder meer contrast geven, meer schaduw geven. En dan vind ik het best wel mooi worden. En met dank aan de lessen natuurlijk die ik heb geleerd bij Petra Stijn. En bij Muriel Stegers. Want in het begin tekende ik eigenlijk en schilderde ik eigenlijk nooit gezichten. En nu dat ik daar wat meer van weet, hoe dat je het moet doen, de verhoudingen, weet, daar ben ik daar gewoon heel erg blij mee. En ik volg nu momenteel volg ik nog steeds de lessen bij Petra en Muriel. En ja, je leert gewoon een hele hoop dingen bij. En ik vind dat best belangrijk dat je niet gewoon in je oude stramien blijft hangen van... Ja, dat is wat ik ken en ik ken niks anders. Dus het is gewoon heel belangrijk om toch andere technieken, andere dingen erbij te leren. En groeien in je eigen proces. En ook blijer te wezen met je eigen werk, van wat je maakt. Dus dat je trots kan wezen op het werk wat je maakt.
En ik denk dat dat gewoon ook heel erg belangrijk is in de groei die je doormaakt. Om, ja, meer je eigen stijl te ontwikkelen. En niet alleen het namaken, het naschilderen of delen naschilderen. En nu gewoon echt zeggen van, nou, dit maak ik. En ik ben best trots op hetgene wat ik nu maak. En ik denk dat je dat ook moet wezen op je werk. Dat je zelf tevreden bent. Ansita, wat kom je doen, wijfie? Kom hier bij mama kijken. He? Kom hier bij mama kijken. Moet ik jou ook even blauw maken? He? Moet jij ook een blauwe tip op je neus? Nee, wat denk je? Kom eventjes kijken. Dat mag hoor. He? Dat mag. Ja, mama is even bezig, hè? Ja. Hallo, liefje. Kijk je uit voor mama's knie? Je staat er lekker tegenaan te poren. Daar ben ik niet zo blij mee. En zo. Kijk, nu zie je ook meer dat het echt los is, weet dat, van het witte. En dat je het witte ook niet meer ziet. En dat geeft een mooier en rustiger effect, vind ik. Het is ook net dan of dat de bloemen gewoon wel meer in haar shirt zitten. En niet dat je echt ziet van nu, oké, het is leuk, maar ze hebben er een paar servetten opgeplakt. En dat is iets, ja, wat ik eigenlijk, tuurlijk, het is mooi, maar... Ik wil echt wel zien van, nou, het zijn bloemen en niet specifiek helemaal op die witte achtergrond. Het is wel een beetje een priegelwerkje om tussen je... Waar het witte zit, om dat de kleur van haar shirt te maken. Dus vandaar dat ik ook een heel klein kwastje neem. En door het leesgedeelte van mijn bril kijk, want... Anders kan ik het ook niet zien, want het is best heel fijn werk. En dan... Ja, morgen wil ik eigenlijk jullie wat verder nog laten zien. Ik wil nu vandaag deze bloemen afmaken. Of in ieder geval het gedeelte tussen de bloemen. En dan wil ik jullie morgen
nog eventjes verder laten zien voor de schaduwen in haar gezicht. Want dat is nu nog niet zoals dat ik het wil hebben. En voor mij is dit ook een test, omdat ik samen met een via module 1 van Steges en Stijn om te kijken hoe dat ik samen met mijn buddy, want we hebben allemaal een buddy toegewezen gekregen voor een taak. Om die samen, zoals dat ik nu live gaat, om samen een project te maken. Of in ieder geval over van de afgelopen 3 maanden van de les. Om daar samen iets mee te doen. Of samen iets te maken. En dan kunnen wij elkaar zien, we kunnen erover praten, we kunnen laten zien wat we dan doen in ons werk en hoe dat we het doen. En daar kunnen we samen, kunnen we daar ook weer van leren. Dat hoop ik tenminste wel, dat we van elkaar kunnen leren. Want de een heeft natuurlijk andere technieken als een ander. De een doet het op een andere manier. Die bouwt het ook op een andere manier op. En ja, zo ga je toch, probeer je toch gewoon van elkaar ook bepaalde dingen te leren. Of van elkaar ook vragen te stellen van, hoe doe jij dit? Of hoe doe jij dat? En dat lijkt me gewoon heel erg leuk om samen te doen. Weet dat, we moeten gewoon dat eventjes afwachten. We weten ook nog niet wat voor taak dat we krijgen of wat voor opdracht we samen krijgen. En ja, ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Dus zodoende zijn dit eigenlijk een beetje testen van hoe dat live gaat, het live samengaan. En hoe dat ik mijn telefoon daarop in kan stellen om het ook te kunnen laten zien waar ik mee bezig ben. Dus eigenlijk is dit gewoon meer van om te kijken van, dat ik het zelf terug kan zien. Om te kijken of dat het een beetje te zien is, of dat het duidelijk is. En of dat je je eigen stem ook een beetje normaal hoort, in plaats van dat echte Rotterdamse. Maar ja, daar moeten ze het maar mee doen. Ik ben een Rotterdammer, dus dat zullen ze ook best wel aan mijn stem horen. En dat maakt me verder rest eigenlijk ook niet heel veel uit. En ik vind dit eigenlijk best netjes zo. Zoals dat het nu gaat. En ik ga het jullie een beetje een beetje dichterbij zetten. Dan kunnen jullie zien wat ik gedaan heb. Tussen het servet. Waar het wit is. En
Kijk, haar gezicht, dat moet nog helemaal bijgewerkt worden. En dit zijn de bloemen die ik vanmorgen wat meer kleur in heb gegeven. Want de bloemen zijn van een stencil die ik wel heel erg mooi vond in de hoeken. Maar ik vond het ene F-kleur vond ik niet mooi. Dus heb ik daar gewoon wat meer kleur in gezet. En ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden. En ik zal jullie morgen verder laten zien wat ik verder met het gezicht en de ogen verder nog ga doen. En ik zie jullie morgen. Tot kijk!